De webinar wordt, zoals je misschien wel hoort, wordt die opgenomen. We gaan deze webinar vandaag houden. Vanavond hebben we er nog eentje voor professionals. En donderdag is er nog eentje voor patiënten. Nou, welkom bij deze webinar. Het is een webinar over de bevindingen van het Spine and Joint Center over het herstel van long-COVID-patiënten. Dat is een groot wereldwijd probleem. En we zijn allemaal aan het zoeken naar wat moet je nou doen om die mensen beter te kunnen helpen. En ik denk, of wij denken, dat we wat interessante bevindingen hebben waar mensen met dit soort klachten hun voordeel mee kunnen doen. Het webinar duurt ongeveer een uurtje, eventueel nog een klein stukje interactief. We hebben twee chatfuncties in de webinar zitten. Je kunt aan de onderkant kun je chatvragen stellen. Dat gaat vooral om technische vragen, als je storing krijgt of je hoort ons niet meer of wat dan ook. En daarnaast is er de Q&A, de question and answers. Daar kan je inhoudelijke vragen stellen over de webinar als er een verkeerd woord gebruikt wordt of een woord wat niet duidelijk is. Of je hebt gewoon een inhoudelijke vraag, dan via de Q&A kun je die beantwoorden. Ik ben vandaag de moderator, dus ik zal proberen zo goed en kwaad als kan de vragen te beantwoorden. En anders kan ik ze ook nog aan Stefan van Beveren stellen. Stefan van Beveren is degene die vandaag de presentatie gaat geven. Hij is een van onze therapeuten die ook betrokken is geweest bij het hele long-covid-project wat we gedraaid hebben. En nog steeds ook mensen met long-covid behandeld. Dus hij kan jullie daar alles over vertellen. Ten slotte, voor degene die dat niet gedaan heeft, de oefeningen die we hier bespreken in deze webinar, die kun je ook downloaden via onze site www.spineandjoint.nl. En als dat niet lukt, daar zijn soms wat probleempjes mee, we zijn het aan het oplossen. Maar als dat niet lukt, dan kun je ook even een mailtje sturen naar info@spineandjoint.nl. Goed, nou genoeg geklets van mijn kant. Ik stel voor dat we met de presentatie gaan beginnen. Ik ga mijn beeld uitzetten en dan krijgt Stefan de gelegenheid om met zijn presentatie te geven. Stefan, veel plezier en succes. Ja, dankjewel Jan-Paul voor de introductie. Hey, we gaan het dus hebben over een andere benadering voor herstel voor de long-covid-patiënten. Jan-Paul die vertelde al inderdaad, we hebben enkele interessante dingen gezien. Ja, daar gaan we dus jullie wat informatie over geven. Ik denk dat het als eerste eventjes belangrijk is om te weten van wat nou het Spine and Joint Center precies is. Ja, we zijn een revalidatiecentrum, we zijn polyklinisch, hebben inderdaad dus geen bedden. We zijn gevestigd in Rotterdam, in de Noordsingel. En zijn gespecialiseerd in de chronische klachten van de rug, bekken of de nek. Meestal dus met de pijn. We proberen vooral dus te kijken naar wat is nou de functie van het lichaam en van de spieren. We kijken vooral dus naar het functieherstel in combinatie met een aantal gedragsstudies. Ja, per jaar geven we 600 tot 700 behandelingen per jaar. En ja, onder andere doen we dus onderzoek en ontwikkeling richting de functie van de rug, de bek, de nekken, de buikwand, de ademhaling. Daaruit is dit dus gekomen. Maar zo zijn er nog andere dingen die we onderzoeken. En vanuit daar is dus eigenlijk dit onderzoek geplaatst. En we gaan daarin een aantal dingen dus bespreken vandaag. Een van de dingen is dat eigenlijk van heb je COVID ervaren, wellicht wel niet. Maar uiteindelijk heb je dus ook langere klachten ontwikkeld na die COVID. Nou, daar gaan we dus over hebben. Daarnaast gaan we dus het model bespreken van de pijnklachten richting die ademhaling. Daar gaan we zo meteen al uitgebreid over hebben dus. We hebben het ook over het onderzoek wat we hebben gestart hier zo. Dat hebben we gedaan met 24 long-COVID-patiënten. En daar zijn dus die bevindingen op gebaseerd. Met combinatie van het onderzoek wat we hebben gedaan, het literatuuronderzoek. En we gaan eigenlijk een voorstel al een beetje geven hoe je de behandeling zou kunnen doen. Hoe je op een goede manier zou kunnen gaan herstellen van die long-COVID. Nou, laat ik als eerst even dus beginnen met de COVID-19. Dus ineens was dat er. Eind december, geloof ik, vanuit China kwam het naar Nederland. In februari ongeveer was dat toen hier. En toen ineens liepen in een heel rap tempo liepen de besmettingen op. Ik weet nog in die tijd dat er toen dat er weinig getest werd. Dus het was nog niet echt bekend of er veel mensen besmet waren. Maar toen ineens ontplofte de boel. En vanuit daar is het zeker gegroeid. Nou, wat je zag bij de mensen die COVID-infectie hebben gehad, klachten die ze hebben ervaren. Nou, de meeste dat mensen koorts kregen, een droge hoest ervaren, vermoeid waren. Ja, soms kregen mensen dus pijn in het lichaam, die keelpijn, diarree.
bindvliesontsteking, hoofdpijn. Nou, zo zijn er nog allerlei dingen die mensen hebben ervaren. Maar ja, wat eigenlijk vooral heel erg opviel en ernstig was, is die benauwdheid of ademhalingsproblemen die voorop stonden, of die pijn of die druk op de borst. Daarnaast zag je ook dat mensen daardoor eigenlijk hun spraakvermogen, bewegingsvermogen steeds minder werd. En dat daarin eigenlijk een aantal dingen zijn bijgehangen. Ja, het gemiddelde verloop van die COVID-19 verschilt heel erg per persoon. Dat weet je misschien ook al vanuit jouw omgeving. De ene persoon heeft het anders dan de andere. Verschillende klachten zijn er. Soms zijn er alleen verkoudheidsklachten en herstel kan dan binnen enkele dagen plaatsvinden. Maar ja, soms gaat dat dus heel erg lang duren. Vele weken of misschien wel maanden. En uiteindelijk kan dat dus ook tot overlijden, helaas, tot stand komen. Wat we zien is dus dat een aantal patiënten langer klacht houden. Dus 1 en de 10%, dus dat is echt wel heel veel. Ja, de snelle rekensom leert dus dat het 10.000 moeten zijn. En wat eigenlijk ook wel opvallend was, dat we dus op Facebook zagen dat er een long-covid groep was van Nederland en Vlaanderen. Dus ja, dat is eigenlijk nog maar een klein gedeelte van de wereld. En we zagen dus dat daar dan al 30.000 mensen lid waren die langdurig dus klachten hadden na die covid. Wat ook wel opvallend was, is dat er heel veel vrouwen waren. Waardoor dat komt, dat weten we nog niet exact, maar dat was in ieder geval wel opvallend. Goed, als we dan het echt hebben over long-covid, dus wat valt daar nou precies onder? Nou, eigenlijk deze klachten die je hier in beeld ziet, die zagen we vooral bij de mensen terugkomen. Benauwdheid, vermoeidheid, moeite bij inspanning. Zo kan je het hele lijstje eigenlijk opnoemen. En misschien is die ook al heel erg herkenbaar. Het hoeft dus niet alleen maar zo te zijn dat het fysiek ook is. Onderin zie je ook bijvoorbeeld dat er mensen zijn die depressief raakten of ook al vergeetachtig, de zogenaamde brain fog. Nou, veronderstelde oorzaken van die long covid. Is het nou precies het virus? Zit dat virus nou nog steeds in het lichaam? Zijn er mitochondriën? Zijn de longblaasjes niet helemaal op orde? Is het energiesysteem niet helemaal op orde ook? Zolk wordt ook nog wel eens genoemd. Eigenlijk, alles wat je daaruit kan concluderen is eigenlijk dat het heel erg onbekend is. Dus echte oorzaken die zijn dus nog niet helemaal bekend. In ieder geval wel wat te zien in ieder geval in de zuurstof. Die niet helemaal op orde is. Ja, er zijn dus verschillende behandelingen voor die long-covid patiënten. Wat we in ieder geval gehoord hebben is dat er veel gericht wordt op conditie opbouwen. Dus mensen moeten snel op de fiets, op de loopband, op de crosstrainer. Dus dat de balans in de dagelijkse belasting daarna gekeken werd. De fysio, de oefentherapie, de logopedische ergotherapie. Eigenlijk werd daar overal een beetje in gezocht. Maar ja, wat echt heel erg opvallend was, is dat mensen dus al snel moesten gaan opbouwen. En dan heel vaak op betrekking dus op de conditie of in de kracht. Ja, je zag dus ook verschillende revalidatietrajecten en je ziet ook dat er heel veel gedragsmatige programma's zijn samengesteld. Nou, waarschijnlijk ook al een beetje op die belasting en belastbaarheid van mensen. En daarnaast dus wordt het ook onder de SOLC-term gegooid, waar die mensen dus gaan revalideren of gaan herstellen. Wat we daaruit hoorden is dat het herstel eigenlijk heel erg moeizaam verloopt, dat mensen toch het gevoel hebben dat ze maar kleine stapjes aan het zetten zijn. Dat het heel erg lang duurt en dan dus dat kleine stapje hebben gezet. Waarop wij dachten van, nou, dat moet toch wel anders kunnen. We hebben hier een voorbeeldje van een mevrouw die iets vertelt over wat ze heeft ervaren. Of wat ze ervaart eigenlijk als long-covid patiënt. Wat ook al heel interessant is, is om te kijken van hoe praat ze nou precies. En wat doet ze nou precies met die ademhaling. Ik me eigenlijk nog niet heel ziek voelde en ik had zoiets als het dit is, dan is dat prima zo. Eigenlijk na een paar weken kwam eigenlijk alles weer terug. Ik merkte het als eerste dat ik gewoon met fietsen, als ik dan even bij een stoplicht stond, dat ik heel buiten adem was. Maar als de kinderen om 7 uur in bed lagen, dan sliep ik ook op de bank. En totdat mijn man naar bed ging, van ga je mee? En dan sliep ik in mijn bed verder en dan stond ik 's morgens op en dan had ik niet het idee dat de batterij opgeladen was. Toen met dat fietsen, toen dat gebeurde, merkte ik al van, ik kwam wel eens huilend bij mijn ouders aan. Die het dus een kwartier fietsen. Maar meer omdat het zo confronterend was, dat ik gewoon
het niet vol kon houden. Altijd liet ik de honden uit en de kinderen gingen vaak mee. En dan zei ik, loop eens eventjes door jongens, loop eens even door. Maar dat is nou omgedraaid. En dan roep ik de kinderen, mama, loop eens even door. Mijn tempo is veel lager. Terwijl ik dat zelf niet in de gaten heb. Voor mijn gevoel is mijn tempo nog net zo hoog. Ja, wat heel erg opvallend is, is wat ze eigenlijk benoemde, zoals wij dat ook hebben gezien bij de non-COVID patiënten. Dus die vermoeidheid die ze ervaren, de concentratie, et cetera. Maar wat ook wel heel opvallend was in het filmpje, wat te zien is, is dat ze echt heel erg snakken eigenlijk naar zuurstof op het moment dat ze aan het praten is. Deze mevrouw vertelt eigenlijk 1 of 2 zinnen en je ziet al dat ze direct de adem eigenlijk moet gaan hopen om haar verhaal eigenlijk te vertellen. Dus dat was ook al heel erg opvallend. Oh, ik ga ietsje te ver. Goed, we hebben nu dus gehad over die long-covid patiënten. Eigenlijk wat we dus zien bij deze mensen, ook al hebben we het gehad over COVID, gaan we nu proberen om eigenlijk de informatie over te brengen van het Spine and Joint Center richting die long-covid. Nou, zoals ik al net al zei, we zijn dus eigenlijk gespecialiseerd in die pijnklachten van mensen in de rug, nek of in de bekken. En daarin zijn eigenlijk heel erg opvallende dingen te zien in de buik. Daar gaan we even een paar filmpjes van laten zien. Kijk vooral eerst eventjes gewoon naar deze man, hoe die beweegt. Deze man die heeft dus klachten aan zijn lichaam. Je ziet duidelijk hoe die dus probeert te bewegen. Toch de dingen probeert te doen die hij wil doen. Daarna gaat hij dus richting de bank. Dus wat je ziet is eigenlijk al best wel simpele beweegvormen zijn. Een bal oppakken, stift oppakken, op een been staan, daar heel veel moeite mee heeft. Let nu maar eens op wat er in de buik gebeurt. Benen zijn zelfs een beetje shaky. Okay. Dus wat je ziet, wat wij in ieder geval zien, is dat die buik dus heel erg naar buiten gedwongen wordt. Om toch de been voor elkaar te krijgen dat die omhoog gaat komen. Dus wat we hebben gezien bij het Spine Joint Center is dat mensen met rugklachten vaak iets heel erg raar doen met een buik. We hebben nog meerdere voorbeelden die ik jullie eigenlijk wel wil laten zien. Gaan we naar dit voorbeeld. Dus kijk goed naar de buik. Nog een voorbeeldje. Nou, als je nou kijkt, dan wordt het al een beetje zwaarder. En we hebben er nog eentje. Ze proberen eigenlijk er alles aan te doen om dat been omhoog te krijgen. En proberen dus met die buik naar buiten te laten persen. Adem eigenlijk in te houden en dan dat been omhoog proberen te krijgen. Nou, hoe verklaren we dit? Wat we dus zien zijn dus dat die mensen die rug- of bekklachten hebben, dat ze de buikspieren anders gebruiken. Er is hier een heel schematische tekening gemaakt van het lichaam. Wat eigenlijk een beetje de conclusie hiervan is dat de diepe dwarse buikspier het niet voldoende doet. De diepe dwarse buikspier moet eigenlijk voor stevigheid zorgen in het lichaam rond het bekken. En als die de stevigheid niet zoekt of niet kan geven, zie je dat dus eigenlijk mensen het overal vandaan proberen te halen. Dus nu met deze wetenschap het filmpje nog eens een keer zien. Zie je dus eigenlijk dat iemand die stevigheid niet kan vinden en probeert om eigenlijk door middel van druk die buik naar buiten te laten gaan. Nou, wat we ook heel vaak zien bij mensen met rug- of bekklachten zijn de volgende dingetjes. Dus de urineverlies, darmproblemen, hoofdpijn, benauwdheid, geen conditie. Dus dat zijn ook klachten die je heel vaak ziet bij deze mensen. Nou, heel vaak worden dan dus allerlei zaken gegeven. Je kan denken aan de medicatie of andere dingen. Maar ja, dat betekent nog niet dat je de oorzaak helemaal wegneemt. De oorzaak, namelijk erin te zitten, want het was de buikspier bijvoorbeeld niet goed.
Oké, hoe werkt dat nou precies? Wij zien een beetje de buik als een pomp voor het ademhalen. Het bovenste gedeelte zien we vooral onze borstholte dus als een soort gas, als lucht. En de buikholte zien we vooral als vloeistof, als water. En zoals je waarschijnlijk wel weet, is dat er in het lichaam heel erg veel water zit. Het onderste gedeelte rond die buikholte, wat we daar dus vooral op hebben. Op het moment dat je eigenlijk dus je diafragma blokkeert, en je geeft eigenlijk het lichaam niet de ruimte, omdat je die buik vast aan het zetten bent, naar beneden te gaan, dan kan je diafragma eigenlijk niet naar beneden. En zet je die buik dus vast, dan zal er geen beweging plaatsvinden. Dus die borst en die buikholte, die werken dus op druk. We hadden nog afgelopen week een leuk voorbeeldje. Hadden we twee flessen naast elkaar gelegd. Een fles met water en de fles met lucht. En wat je zag is dat je de fles met water niet goed kon samendrukken. En de fles eigenlijk met zuurstof, met lucht, die kon je heel goed samendrukken. Dus het diafragma is dus in staat om naar beneden te gaan. Die buik die kan eigenlijk maar één kant op en dat is naar voren toe. Dus dit werkt dus op druk. Zoals ik net ook al zei. Die buik is dus veel sterker. Dat bewijst eigenlijk wel testje met die flessen. Doordat je dus die fles met dat water kan je niet goed indrukken. Dus veel sterker. Nog een plaatje ter bevestiging. Goed, onze vraag voordat we dit onderzoek bestarten is: kunnen long-covid klachten ontstaan door verstoorde werking van de buikwand? Nou, er zijn verschillende buiken zoals je net al zag. Wat we hebben gedaan is eigenlijk een proefbehandeling van 21 long-covid patiënten hebben gestart. Al deze mensen die kwamen vanuit de Facebookpagina, die ik dus net benoemde met die 30.000 mensen. En al die mensen die hebben eigenlijk dus van burenklachten na COVID. Er zijn uiteindelijk een vragenlijst hebben opgestuurd en er zijn 71 reacties opgekomen. 24 patiënten hebben uiteindelijk de proefbehandeling gedaan. 3 zijn er helaas niet doorgegaan, dus eigenlijk 21. En wat we hebben gedaan is eigenlijk binnen de 5 sessies van 1 uur hebben we geprobeerd om te kijken van wat kunnen we nou bereiken door middel van onze visie over te dragen. Deels was dit individueel en deels was dit in groepen. Wat heel erg opvallend was, is van die vragenlijst van die 71 mensen dus, is dat ze de volgende restklachten dus aangeven. Hebben bij inspanning eigenlijk heel veel benauwdheid ervaren, pijn ervaren, cognitieve problemen, vermoeidheid, hoofdpijn, tintelingen en branden. Dus dat was heel erg opvallend. Ja, daarnaast hadden we ook de vraag gesteld over de behandeling die ze toen hadden ervaren en het effect daarvan. Heel opvallend is dus dat er veel fysio- en oefentherapie wordt gegeven. En ook nog heel veel andere dingen zoals je ziet. Maar ja, heel opvallend is natuurlijk het rechterkolommetje. Want daarin wordt dus weergegeven hoe mensen in die groep de resultaten ervaren. En dan zie je toch wel een beperkte resultaat, ja, hoe mensen dat in ieder geval ervaren. Even de kanttekening erbij is dat deze mensen die zich dus inschreven voor de proefbehandeling, dus het beeld kan wel vertekend zijn. Hè? Dus voor andere mensen kan dit wel positief ervaren worden. Dit is in ieder geval wat wij dus terug hebben gekregen vanuit de vragenlijst. Nog een opvallend dingetje vanuit die vragenlijsten waren dat er heel veel mensen problemen aangaven in de romp of in het buikgebied. Dus deze mensen die hadden dus al eerder misschien wel een operatie gehad of andere dingen zoals je in het schemaatje ziet. Misschien hebben ze wel eens een keer een ongeluk gehad en hebben ze daarna iets met die buik ook ervaren of dat ze een operatie dus hadden gehad. Nou, het percentage was dus echt heel erg groot. In eerste instantie gaf 78% aan dat dit dus het geval was. Ja, bleek dus later nog, toen we zelfs die mensen hier binnen kregen, dat eigenlijk 96% dit ervaren. Dat betekent trouwens niet dus dat per se altijd dus hoeft te zijn, maar het was wel heel erg opvallend. Ja, wat we hebben gedaan tijdens het onderzoek, als eerste hebben we wat testen gedaan. We hebben een ademhalingstest gedaan. Eigenlijk moet je dit schema niet helemaal weten. Wat wel heel erg leuk is om te weten, is eigenlijk dat we de volgende instructie gaven, is dat iemand gewoon moest in- en uitademen. Uiteindelijk zo diep mogelijk moest inademen en ook zo diep mogelijk uit en daarna weer normaal. Dat zie je ook in dat schemaatje hier. Daarin kwamen dus ook al verschillende dingen naar voren. Als ik hem doorkrijg. Ja.
Eigenlijk zijn dit dus de cijfers van alle mensen die we dus met die ademtest hebben gedaan. Wat heel erg opvallend was, is dat grijze stukje. Wat je hier zo ziet, is de ERV. Dus de mate waarin iemand dus moest uitademen. Die bocht naar beneden toe. Dat die eigenlijk heel erg beperkt was. Nou, bij deze persoon valt dat nog wel mee. Eigenlijk moet dit dus het grijze stukje 1/3 zijn van het blauwe stukje, de IFV. Zoals je onderin ziet. Nou, kijken we bijvoorbeeld naar persoon 2 of naar persoon 5, dan zie je dus dat ze heel veel moeite hebben met goed uit te ademen. Ze kwamen eigenlijk niet eens verder als die rustademhaling. Dus dat was heel erg opvallend. Nou, daarnaast was ook die TV, dus het oranje stukje, die rustademhaling. Dat is ook heel erg lastig voor mensen. Je ziet dus dat ze hele grote ademteugen nodig hebben om eigenlijk gewoon normaal te gaan ademen. Dus dat was ook heel erg opvallend. Wat ook al opvallend was, is dat er een heel erg wisselend beeld was. En nou, je ziet het eigenlijk al in die grafiekjes die hieronder staan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld persoon 20, die had dus heel erg veel moeite om überhaupt om daarin alles goed te ervaren of goed uit te voeren. Nou, er zijn dus verschillende interpretaties van die long COVID-19. Wij hadden in ieder geval de interpretatie dat de mensen benauwdheid ervaren. Dat is ook al wat we heel veel terug hoorden. Dat ze moeite hadden bij inspanning. Verschillende verschijnselen te zien waren bij die ademhaling. Dat er eigenlijk een verergering was tijdens de inspanning. Op het moment dat mensen moesten gaan trainen of als ze moesten gaan fietsen of wat dan ook. En ons idee was daarbij... Zijn die mensen niet gewoon dus keihard aan het compenseren? Wat bedoel ik daar nou precies mee? Ja, compenseren bedoelen we mee dat we een afwijkend aanspannen zien van de spieren, de buikspieren. En dat doen mensen dus uiteindelijk wel om te kunnen blijven bewegen. Dus denk nog maar eens aan het filmpje die ik net liet zien. Eigenlijk is het een hele simpele oefening. Ze moeten hun benen omhoog doen. Maar je ziet dus dat ze zoveel moeite hebben dat ze proberen... overal het vandaan te krijgen om toch dat been omhoog te gaan krijgen. Dat doen wij dus compenseren. Om direct met de deur naar binnen te vallen. Die proefbehandeling, zoals ik net al zei, dus van 5 keer 1 uur, waren de resultaten dus in dit grafiekje weergegeven. 57% ervaren dus veel verbetering, of in ieder geval verbetering, sorry. En 38% ervaren veel verbetering. In totaal dus 95%. Ook percentage. Waar ervaren deze mensen nou verbetering op? Op de ademfunctie, op de pijn, gaf 53% aan. De brain fog, zoals ik die net ook noemde. Dus dat mensen allerlei dingen aan het benoemen zijn, maar eigenlijk bijvoorbeeld niet meer weten wat ze nou precies wilden zeggen. Vermoeidheid, op hoofdpijn. Dat waren dus echt al... grote percentages die daar verbetering op waren. Okay, dus dat waren dus de resultaten. En wat lijkt er nou precies te gebeuren bij deze mensen? Wat we dus zien uit die vragenlijsten en ook al horen van die mensen, is dat er eerdere problemen waren rond die buik en rond die rug. Ja, door COVID lijkt het alsof die samenwerking, de middenrif en die buikwand alleen maar verder van slag is gegaan. Dus iemand heeft al iets in die buik gehad, een operatie of wat dan ook, zoals ik net noemde. Door COVID lijkt het wel alsof die nog meer van slag is gegaan. Nou, wat je ook zag in rust, was er nog net voldoende ademmogelijkheid, maar ja, dat was toch wel matig. Ja, bij inspanning was er ook onvoldoende ademmogelijkheden. Dus op het moment dat iemand moest gaan fietsen, zag je al, of lopen, praten, ja, dan zag je al direct die benauwdheid terugkomen. Wat eigenlijk? Nou, wat wij dus eigenlijk hebben onderzocht en ook hebben gedaan, is dus dat je eigenlijk vooral niet moet gaan trainen in dat compensatiepatroon. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over uitleggen. Eerst moet weer de relatie van die buik en de middenrif weer goed gaan. En moet je eigenlijk dat die buik en de middenrif goed moet kunnen gaan gebruiken. En uiteindelijk moet je ook oefenen zonder die belasting. Eigenlijk moet je juist eerst gaan ontspannen. Niet al geheel ontspannen, maar wel je ademhaling moet gaan ontspannen. Daarna pas gaan toepassen in de inspanning. Dus we hebben het eigenlijk omgedraaid. We gaan niet beginnen met de conditie of in kracht opbouwen. Nee, stapje terug. Goed
leren ademen. Vanuit die ontspanning dus, stapjes omhoog, de ademhaling toe gaan passen. Oké, okay. Dus alles tevoorschijn halen. Wat we zien is dat dus bij inspanning er meer kans is op compenseren. Dus noem ik wel weer het voorbeeldje van het fietsen. Op het moment dat iemand gaat fietsen, dan zie je dat er veel meer kans is op compenseren dan dat je bijvoorbeeld gewoon ligt op bed. Dus ook die compensaties heb ik het dus over. Dat je probeert om op allerlei mogelijke manieren alles voor elkaar te blijven doen. Bij compensatie blokkeert eigenlijk de ademhaling. Dat is dus ook al wat we zagen. En tijdens het trainen werd dat eigenlijk dus alleen maar erger. Dus we zagen dus tijdens de inspanning, op het moment dat iemand dan op de fiets moest gaan of iemand moest gaan lopen, dan blokkeerde die ademhaling al helemaal. Raakte iemand heel erg snel buiten, eigenlijk de zuurstof waren ze al snel kwijt of waren ze buiten adem al snel. In het begin werkt dat dus helemaal averechts. Niet doen, is dus eigenlijk wat ze zeggen. De belangrijkste boodschap is, ademhalen is geen oefening. Het is vooral eigenlijk een manier waarop je dat in ontspannen manier moet gaan doen. Er zijn dus verschillende dingen die eigenlijk het ademhalen tot mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld, zoals ik al net benoemde, die buik moet ruimte krijgen om het diafragma te laten zakken. Het is echt een spel wat daarin gespeeld wordt. Op het moment dat je dus het puur als oefenen gaat zien, dan ga je meestal alleen maar harder werken. En dat is nou net eventjes niet de bedoeling. Die dient dus gericht te zijn, de oefeningen dienen gericht te zijn op het herstel van die samenwerking tussen die buik en die borstholte. En het betekent dus niet dat iemand alleen maar beter of meer moet gaan ademhalen. Dat is het belangrijkste boodschap. Goed, het verbeteren van je ademfunctie. Laten we dan direct daarop op ingaan. Het misschien wel het meest interessante ding waarvoor jullie hier zo zijn. Al die andere dingen is dus hoe we dit hebben onderzocht. Maar we gaan ook al een praktisch stukje doen. Het gaat dus niet zozeer om hoe je de beweging maakt of dat je de beweging maakt. Het gaat er om de manier waarop je het doet. Dus eigenlijk ook wel belangrijk is dat je het zorgvuldig gaat doen en met veel aandacht. Kijk, we hebben een eerste oefening hebben samengesteld. En eigenlijk is daarin misschien wel een van de belangrijkste dingen, welke houding kies je. Op het moment dat je namelijk gaat liggen zoals de jonge dame linksbovenin, komt die druk dus op die buik, richting beneden, die zwaartekracht duwt naar beneden. Dat water wilt dus naar beneden. En daardoor wordt het soms nog wel eens moeilijk om echt dat diafragma de ruimte te geven om mee te gaan. Zoals ik al zei, dat water wil dus alle kanten op en duwt dus dan ook op dat diafragma. Als je bijvoorbeeld de positie neemt van die tweede vrouw, dus onderin, dan zie je dus dat zij in de handkniestand zit. Staat dus maar net even een beetje hoe je het ziet. Maar dat ze dus daardoor wel de ruimte geeft om die buik naar beneden te laten hangen. Het water wil dus naar beneden. Daardoor kan het diafragma ook wel over het algemeen wat makkelijker mee. Ietsje te ver. De rechtse houding moeten we nog doornemen natuurlijk. En wat we daarin eigenlijk hebben gedaan tijdens mijn alle mensen, tijdens het onderzoek, hebben in die houding hebben gelegen. Eigenlijk voornamelijk omdat die zwaartekracht dan wat meer op die manier komt. Dus dat water wil ook wat meer zakken. Die diafragma krijgt daardoor ruimte. En daardoor ervaren mensen het eigenlijk wel als prettig om te gaan ademen. Gewoon op een ontspannen manier ademen. Dus dat was stap 1. Dus eigenlijk, je houding is wel echt heel erg belangrijk. Stap 2. Eigenlijk om uiteindelijk, je ziet al in het filmpje een beetje die jonge dame al aan het oefenen is. Dan hebben we het eigenlijk al over de volgende stap. Hè. Dus op het moment dat je ligt, lukt het je misschien om rustig te ademen. Dan voel je misschien wel dat het diafragma lekker meegaat. Het zal eventjes tijd kosten, dat gaat echt niet in één keer. Maar als je dat na een tijdje probeert te hebben, lukt dat. Dan kan je dus naar de half zittend gaan. En die buik en het diafragma die moeten dus vooral in beweging komen. Je ziet het bij het filmpje. Eigenlijk hoef je niet zoveel te doen. Alleen vooral te gaan voelen.
klinkt natuurlijk heel erg makkelijk. Probeer eigenlijk je ademritme te voelen. En sta toe dat je dus op het moment die bike uitzet, bij een inademing, dat je dat ook gewoon toelaat. Ik zal hem nog eens een keertje laten afspelen. Dus op het moment dat je dus inademt, moet die bike dus uitzetten. Op het moment dat je uitademt, moet die bike een klein beetje naar binnen. Hierdoor kan het diafragma dus gaan meebewegen. Nou, vooral als tip ook, laat de beweging zo mogelijk elke ademhaling wat groter worden. Maar ga vooral dus niet forceren. Geen kracht zetten, maar gewoon lekker die ruimte geven aan je lichaam. Okay, nog een tip ook bij stap 2. Het aan- en ontspannen van de middenrif. In ruggewricht kan dat natuurlijk ook. Dan komt er wel ietsje meer druk op dat middenrif. Eigenlijk is het principe precies hetzelfde. Dus je doet eigenlijk niets. Probeer het vooral te voelen. Het ademritme te voelen. En sta vooral dus toe dat je buik uitzet bij het inademen. Dat is echt het allerbelangrijkste. Oké, dan gaan we naar stap 3. Dus buik en de middenrif ook in deze beweging, in de kniestand. Ja, eigenlijk wil je dus dan meer activiteit van die buik. Dus wat je ziet, ook in dit filmpje, is zoals ik al net zei, ze laat die buik wat meer los. Dus daardoor komt hij ook wat meer naar beneden. Nou, eigenlijk bij de inademing moet je buik dus gewoon ontspannen. En op het moment dat je uitademt, span je een heel klein beetje die buikspieren aan. Een instructie die we vaak meegeven, is dat je dan een heel klein beetje je navel intrekt. Nou, waarschijnlijk zal je ook al voelen dat je al heel snel geneigd bent om dat hard te doen. Dat is dus niet de bedoeling. Niet gaan forceren. Als laatste nog een extra rekoefening, om daar zo te noemen. Een beetje tussen haakjes. Ook weer ruglig. Begin vooral dus ontspannen weer. Wat je doet eigenlijk, het filmpje is al gestart. Dus je duwt rustig je buik wat naar buiten. Dus nu zet je ietsje meer kracht. Je probeert een beetje meer je buik mee te laten gaan naar buiten. Dat hou je eventjes een seconde vast. En daarna ontspan je weer. Dit kan je dus enkele keren doen. Yes. Oké, dan komt natuurlijk misschien wel het allermoeilijkste. Hè? Want in het begin zal je misschien wel merken op het moment dat je in die positie ligt. Of op hand- en kniestand of wat dan ook. En je hebt die ademhaling al vrij snel op orde. Wat misschien ook wel prettig gaat voelen. Ja, dan komt natuurlijk het allermoeilijkste. Dat wil je natuurlijk ook in activiteiten gaan doen. Anders heb je er eigenlijk nog niet heel veel aan. Maar ja, tijdens het lopen, tijdens het bukken, tijdens het traplopen, tijdens het fietsen, tijdens het krachtzetten. Overal heb je je ademhaling bij nodig. Dus uiteindelijk wil je dus ook dat de ademhaling in die beweegactiviteiten kan gaan toepassen. Nou ja, en dat zal echt wel stapje voor stapje gaan. Het zal echt niet zo zijn op het moment dat je dus de oefening die je liggend kan gaan uitvoeren. Of dat je die op een goede manier doet. Dat je hem ook al direct in het lopen kan gaan toepassen. Wat je dan waarschijnlijk ook al ziet is dat je ademhaling alweer heel snel naar boven gaat. Wat je dan dus eigenlijk moet doen is weer een stapje terug. Voelen waar zit die ademhaling nou. En vanuit daar weer te gaan bewegen. Wat kan je nou verwachten op het moment dat je dus deze oefening bijvoorbeeld doet? Wat in ieder geval de mensen hebben ervaren bij het onderzoek is dat ze binnen enkele dagen verbetering ervaren. Afhankelijk had ze echt heel veel moeite met het doorbreken van dat patroon. Dus dat duurde wel eventjes. Hè? Zoals ik al zei, die basisoefeningen duurden eventjes om dat te gaan leren. En om dat te gaan leren voelen. Een tip echt is om die vervolgstappen dus rustig en zorgvuldig te gaan doen. Dus die zou ik echt in je oren knopen. En bij de opbouw kan het dus zijn dat je ademhaling eerst weer even blokkeert. Zoals ik net zei, dus dat je als je gaat lopen, dat je dan weer voelt dat die weer omhoog gaat. Dan weer een klein stapje terug. En let vooral goed op wat voor jou werkt en helpt. Nog enkele tips die erbij horen. En volg niet allerlei behandelingen door elkaar heen. Dus wat je ziet is namelijk dat er heel veel verschillende informatie wordt gegeven. Dit geeft onrust en je weet niet wat er nou precies helpt en wat er tegen werkt. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld zegt, adem vooral rustig in. En de ander zegt, ja, dat moet je juist met kracht doen. Raak je juist alleen maar in de war.
Nou, bespreek die effecten van de behandeling met je therapeut. Geef aan wat dus wel goed gaat en wat niet goed gaat. Maar op het moment dat je dus meer dan één dag moet herstellen, betekent dat eigenlijk dat je dus aan het overbelasten bent. Dus dat je aan het compenseren bent. Als je iets doet, dan moet dat toch wel binnen 4 weken duidelijk effect ervaren. Vaak is dat ook al wel binnen 1 of 2 weken. Vooral echt de tip, die eigenlijk herhaal ik een beetje, maar dus neem de tijd om die stappen goed te gaan nemen. Op het moment dat je te snel gaat opbouwen, loop het risico dat je een terugval krijgt en weer gaat compenseren en dat je niet meer uit dat andere patroon komt. Nou, tot slot, hij gaat dus een klein stukje verder, hij verschijnt al gelijk. Kijk vooral dus naar wat er voor jou helpt. Wij denken dus dat nader onderzoek van long-covid echt noodzakelijk is, om vooral dus functioneel te gaan kijken van wat gebeurt er nou in die ademhaling, wat gebeurt er in die buik, die relatie daarin. En wij denken dus zeker dat er betere resultaten haalbaar zijn. Op het moment dat je denkt van die oefeningen, ik kan ze wel een klein beetje, maar ik heb daar vragen over. Neem vooral contact op. Of op het moment dat je denkt van ik snap bepaalde dingen daarvan niet. He, dus bijvoorbeeld die buikademhaling, wat is die relatie nou in? Neem vooral contact op. Dat kan dus via dit e-mailadres. Dat kan dus ook via de website van de revalidatie. Maar daarnaast hebben we ook nog de therapie van Spine and Joint Center. Die is laagdrempeliger. En met laagdrempeliger bedoel ik dus eigenlijk dat mensen sneller eigenlijk hier zo beschikbaar kunnen zijn. Bij de revalidatie duurt het altijd wel langer. En eigenlijk is die therapie ook vooral gefocust op die COVID. Dus ik zou zeggen, vooral neem contact op eventueel suggesties hebt of andere vragen. Yes. Hoor je ons, Jean-Paul, nog? Ja. Was je klaar? Ik ben een eind klaar, ja. Okay. Als jij een toevoeging hebt, dan mag dat natuurlijk. Nee. Hartelijk dank voor de heldere presentatie. We hebben wel wat toehoorders erbij. In principe is dit het verhaal van Stefan over onze visie en benadering van hoe je long-covid-klachten zou kunnen bestrijden. Is dat natuurlijk heel veel informatie, Stefan. Het is een heel verhaal wat je verteld hebt. Ja. Allerlei ins en outs. En ik kan me zo voorstellen dat de mensen die toeluisteren ook misschien daar wel vragen over hebben. Als je vragen hebt, dan kun je die stellen via de Q&A onderaan de balk, als het goed is. In je computer heb je een mogelijkheid om via question and answers, Q&A, om vragen te stellen. In afwachting van die vragen, Stefan, zou ik je nog wel vast lastig willen vallen met een vraag die misschien wel handig is. Je hebt verteld over de oefeningen die wij doen. Kan je nog eens aangeven wat nou het verschil is tussen de ademhalingsoefeningen die mensen vaak krijgen en wat wij met mensen proberen? Wat er nou het verschil is? Kan je er iets over zeggen? Ja, wel inderdaad, wel een goede vraag. Ik heb hem niet benoemd. Wat je ziet bij andere ademhalingsoefeningen is dat mensen eigenlijk dus vanuit kracht meer de ademhaling op orde moeten gaan krijgen. Dat ze eigenlijk de diafragma meer zien als een soort spier en die moet sterker gaan worden. En wij zien het dus eigenlijk vooral als het diafragma moet meegaan bewegen op een goede manier. Dus de oefeningen die wij dus aanbieden zijn vooral gericht op ontspanning. En wat we een beetje hebben gehoord tot nu toe is die andere oefeningen vooral gericht zijn op kracht. Dus mensen moeten bijvoorbeeld zichzelf, moeten juist heel erg hoog gaan ademen en daardoor het diafragma gaan versterken. Volgens mij is dat antwoord op je vraag. Ja, zeker, Stefan. Ik heb ondertussen is er een vraag van Mario Den Akker. Die vraagt, dank voor de heldere uiteenzetting. Dat is geen vraag, maar dat is een dankjewel. Is het mogelijk om dit webinar terug te kijken? Ja, het is mogelijk om het terug te kijken. We hebben deze opgenomen en we gaan hem zeer waarschijnlijk, deze of misschien een andere, met dezelfde inhoud, gaan we via onze website ter beschikking stellen. Wat je ook kan doen, want daar is nog ruimte voor, is bijvoorbeeld hem op donderdag ook nog een keertje bekijken. Dus dat is zeker mogelijk, dat gaan we doen. Ik heb nog een andere vraag aan je, Stefan. Een inhoudelijke vraag ook. Want als je nou die ademhalingsoefeningen aan het doen bent, hè, het lijkt zo simpel dat je even gaat zitten en dan je buik loslaten. Dan heb ik daar twee vragen over. In de eerste plaats,
Hoe is het nou als je je buik moet gaan? Want je wil toch niet met een dikke buik de hele dag maar doorlopen. Is dat nou dat je dan een hele dikke buik moet gaan krijgen? Of hoe werkt dat? En als je dan de oefening doet, gaat het dan in één keer makkelijk? Of wat kan je ervaren bij die oefening? Kan je daar iets over vertellen? Oké, dus eerst eventjes antwoord op je laatste vraag is, kan je dan snel iets voelen? En dat was je vraag volgens mij. Hè? Ja. Ja, nou, eigenlijk kan je dus wel snel resultaten voelen op het moment dat je dat idee hebt van hé, ik kan die buik lekker mee gaan nemen in die ademhaling en dat diafragma kan dus meegenomen worden. Dus een beetje dat spelletje zeg maar kan ervaren. Nou, dan moet je wel snel effect hebben. En antwoord op je tweede vraag eigenlijk van hé, moet ik dan heel dag met zo'n dikke buik gaan lopen? Nou, in principe hoeft dat natuurlijk niet. Het gaat er wel om dat je dus vooral die buik los gaat laten en dat je er geen spanning in gaat zetten. Niet naar buiten toe, maar ook niet naar binnen toe. Maar vooral eigenlijk wel los gaan laten. Dat is wel de meest effectieve manier op het moment dat je loopt. Het gaat om de beweging eigenlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik denk dat er op dit moment eigenlijk geen andere vragen meer zijn. Mocht er nog mensen zijn die toch nog met een vraag zitten of contact met ons willen, dat kan altijd via het e-mailadres wat in de presentatie staat, info@spineandjoint.nl. We willen je altijd met vragen beantwoorden. Het is ons doel dat we zoveel mogelijk mensen in Nederland laten kennismaken met deze oefeningen, omdat we denken dat we daarmee echt een stap in de goede richting kunnen zetten. Dat hoeven wij zeker niet zelf te doen, maar we willen heel graag dat hier meer duidelijkheid over komt. Dus ik wil de toehoorders van vandaag hartelijk danken voor het voor het luisteren. Stefan, jij bedankt voor de presentatie. We gaan hem woensdag nog een keer herhalen. En vanavond om 7:00 is er nog een presentatie voor behandelaren. Dus heb je een therapeut waarvan je vindt dat hij het moet weten, zeg tegen hem dat hij zich nog kan inschrijven. En dan gaan we die weer uitvoeren. Stefan, dankjewel. Dames en heren, toeschouwers, dankjewel. Misschien tot de volgende keer. We gaan bij deze de presentatie afsluiten. Oké, tot ziens. Doei.